Dit is een jongen uit de streek, Sean de Bee van de Bee-dynastie. En die heeft pakken talent en dat gaat hij demonstreren. Daar waar de anderen zoals Corné van Kessel tegen de grond gaan, blijft de Bee overeind. En er zijn er nog die tegen de vlakte gaan. Vini Braat verliest hier zijn positie, zijn tweede positie, aan Simon Geets. Daar trekt Sean de Bee zich lekker niks van aan. Bulkend van het talent, ook op de weg. 40 deelnames op de weg, 25 overwinningen. Door die wegcampagne is hij wat later begonnen aan het crossseizoen. En nu komt hij op volle toeren en wil dan volgende week Belgisch kampioen worden. Dan moet hij wel afrekenen met Stef Bode. Hij wint hier zijn vijfde van het seizoen. Sean de Bee, een neefje van Danny en Rudy de Bee, de zoon van Eddie. Simon Geets wordt tweede en Vini Braat hier in beeld wordt derde. Maar op ruim een minuut en anderhalve minuut van de winnaar Sean de Bee. Danny Lacroix wordt vierde en Ruben Scheire vijfde. En dan Max Walsleben, die werd zesde. En hij moet hier kwistig zoenen ontvangen. Maar dat gaat hem goed af. Kijk, vedette allures, hè? Alhoewel. We gaan eens kijken naar de kopjes, de nieuwjaarskopjes, editie 2008. Sven van Toernout, ook hij was in Middelkerken een beetje ziek. Diarree, dat doet zich, of gaat snel rond in zo'n peloton. Dan Stibar, die is bij de top komen aansluiten. Van Toernout is wat wisselvallig. Hier is Nijs. Absoluut meesterschap. Vervekke. Kan het dan toch nog? Vervekken moet het van de kampioenschap hebben. Alweer. Groenendaal heeft de regelmaat. Boom is nog meer dan Albert de kroonprins. Laten we zeggen kroonprins 1, Albert kroonprins prins 2. Opletten, Formule 1 start. Groen is go. En Nijs start goed. Boom kiest het spoor van de Svennes. Ook Arnouds is goed weg. Ik zie ook Peters naar voren schieten, wat blazen, eens kijken. Stibar met zijn dikke pootjes ook goed weg. De weg loopt hierop en dan duiken we het veld in en daar gaat Pauli alles over zeggen. Ja, het veld in dus eerst is en vooral is hier door die bocht geraken vrij smal. En eerst het kleine bergske dat ze nu moeten oprijden. Het belangrijkste is veilig in het veld aankomen. En dan kun je pas zeggen van ik kan hier vandaag meespelen voor eventuele overwinning. Van de top is jammer genoeg alleen Bart Welles afwezig. Maar Nijs, Boom, Albert en Stibar die zijn er. Als Loenhout een maatstaf is, en dat is het met zo'n fantastisch deelnemersveld, dan is de top op Welles na hier aan de start. En Renaat ook. Keer naar de balken en Sven Nijs rijdt aan de leiding. Kijken of hij ook gaat springen over die balken. Dat is een tijd geleden. En hij gaat springen. Daar komt hij. Eerste sprong van Nijs. Oeh, en hij raakte die balken. Het was op het nippertje de valpartij vermeden. Maar kijk dan, demareren. Dat zien we graag, hè. En dat zien de mensen hier in Baal ook graag. De parcoursbouwer Ronin Matthäus, die had gezegd, ik hoop dat hij nog een keer sprint, want dat is al zo lang geleden. Springt beter. Hij doet het. Jawel, maar het is ook altijd af te wachten. Dus waarvoor doet hij het? Misschien omdat die mensen er echt op aangedrongen hebben. Want het is echt niet nodig. Zoals Nijs nu in een blaakvorm zit. Wat kijk, gebeurt er hier? Ja, die tweede is echt geen overschot. Hè. Dus hij springt wel, maar het wiel komt vol op de balk terecht. Dus ja, Nijs moet dit echt niet doen voor zijn supporters. Hij moet echt enkel en alleen aan zichzelf denken. Het is mooi dat hij het doet, tenminste. Sven Nijs, jongen, deze cross duurt nog een uur, hè? Vliegt er onmiddellijk in. Hè. Kijk naar niemand. Hij heeft ook al gezien wie dat er in zijn wiel zit of wie dat er achter hem komt. Het is maar Jan Verstraeten. Dus ja, het signaal misschien al om te vertrekken. Jan is wel goed, maar het is niet echt de superveldrijder. Dus maar ja, misschien het signaal voor Sven Nijs. Ik vertrek. Nu denk ik dat je op deze omloop ook beter helemaal voorin crost. Dan zie je de ideale lijn. Dan zie je ook de smerige stukjes liggen. Ja, komt er ook nog bij van de vraag is van valpartij in de achtergrond. Hoe hebben de andere jongens het allemaal verwerkt? Hè? Dus ga nooit doen wat Nijs doet, want je rijdt nu helemaal te pletteren. Dus zoals Nijs door deze kerstperiode gewalst is, dat is ongelooflijk. Dus, met de glimlach. Ja, de ene slachtoffer na de andere. Zelfs Bart Welles een klein beetje ziek, die dat toch bijna exact hetzelfde gedaan heeft als Sven Nijs. Dus als Sven zijn benen stillieft in de cross, dus hij besloot van een vierde of een vijfde te rijden, dan zou Bart er in de buurt geweest zijn. Dus ze hebben hetzelfde padje afgewandeld. Hebben ze zich in het spoor van Nijs naar de vaantjes gereden?
Ik denk het wel. Als je met Nijs andere jongens zou laten gaan trainen, hetzelfde laten afwerken, ja, daar schiet niks van over. Verwekken, kijk eens hoe ver. Ja. Verwekken in de buurt van Ben Berde. Dat moet zo wat 25e positie zijn. Nu is Verwekken hier nooit goed. Hè? U kent het verhaal van Verwekken wel. Hè? Zesde, zevende in Baal, maar dan wel wereldkampioen worden. Hè? Maar ik denk niet dat het er dit jaar gaat van komen. Het gat is te groot geworden met de top. Hier verstaat het dan Arnouds. Dan kijken we naar Groenendaal. Dat moet dan Stibar zijn hier aan het wiel. Of is het Pauwels? Dat is Pauwels. Ja, hier is Stibar, ja. Dus de jonge mannen, ze doen het goed in de start. Al is Pauwels een beetje op zoek naar grootvorm. Dan Robke Peters, Tom Meeuwse, hier is Thijs Al. Dit is Tom van Oppen, die knokt om terug te komen. We zagen ook Van Gils. En hier is Albert, toch met een bleek gezicht hoor. Ja, dus als, ja, dat kun je wel echt inroepen. Hè. Dus als je daarop geraakt op de pot, ja, dan is het wel over. Dus dan moet je zeker niet gaan klappen van een hele goede prijs te gaan rijden in een heel loodzware cyclocross als deze van Baal. Wie leeg loopt, heeft in Baal niks te zoeken. Nee. Met een platte tube gaat het nog dus. Maar als je anders leeg loopt, ja, dan is het volledig voorbij. Lus na lus. Zeer technisch parcours. Men spreekt van geluk dat het hier de voorbije dagen met de maten geregend heeft. En vooral vannacht en vanmorgen is het droog gebleven. Dat was vorig jaar helemaal anders. Dan had het sloten geregend in de voormiddag. En dan waren de renners eigenlijk niet om aan te zien. Dit is een boomstuk. Een boom. Hij probeert hier te demonstreren dat dit inderdaad een partij is die hem lekker ligt. Hij probeert mannetjes op te rapen en daar moet er een aantal ergens staan. Ja, bij de materiaalpost en Sven Nijs gaat binnen om te wisselen. Materiaalpost lichtjes hertekend om de renners minder nadeel te geven bij het door die zone rijden. Perfecte wissel, fiets op de schouder en op weg naar de trappen. Hier komt die Sven Nijs in het Mullenzand, ook dat een nieuwigheid. Arnouds is tweede op 3 seconden. Groenendaal derde. Verstraten op dit moment vierde. Lars Boom zien we op 5. Kevin Pauwels 6. Stibar 7. En daarachter gaapt het grote gat. Want dan moeten we kijken naar Rob Peters. Die gaat hier nu de brug oplopen op bijna 20. Seconden. De brug overigens dit jaar metertje hoger, 30 trappen. En die liggen er wat onregelmatig bij. Zie je dat? Je hebt er korte, je hebt er lange. De ene wat hoger dan de andere. Probeer daar maar eens een ritme te vinden. Ja, dat is afwisselend. Maar ja, het zit er ongeveer wel hetzelfde uit. Dus, maar er is een heel lang stuk bij. Telkens als je 3 trappen gedaan hebt, komt er daar een stuk van 1,5 meter. Dat is wel heel raar, ja. En wat vind je van Bartje Arnouds, tweede hier? Jawel, dat doet het goed, Bartje. Heel kloek. Dan Groenendaal, die als derde die bocht neemt. Zie je Boom opschuiven? Ja, in duel met Jan Verstraten nu. Boom gaat ongetwijfeld straks tweede staan in het klassement. Bart Welles gaat natuurlijk ook die gunstige tweede positie in het Gazet van Antwerpen klassement moeten prijsgeven. Boom staat al zeer dicht, staat nu op 5 punten. Bart gaat hier uiteraard jammer genoeg niks kunnen rapen. Het is bijzonder sneu en moet ook opletten, want ook Stibar en Albert komen eraan. Maar er is rekenwerk voor straks. Hier is Albert. Zie je? Die blik, dat spreekt boekdelen. Jawel. Dat ziet er niet goed uit, hè. Op net deze moment, voor eigen volk, het is niet leuk. Maar ja, je moet alleen aan jezelf denken als, als er zoiets aankomt. Door Baal raast een TGV en die neemt Arnouds mee. Groenendaal op 1 seconde, dan Lars Boom op 1 seconde of 3-4 met Pauwels, dan Stibar en dan Verstraten. Verstraten doorgaans goed voor een snelle start, maar dan valt hij meestal terug. Hier op Peters met Meeuwse, die ook goed stand houdt na een ronde toch. Hè? Dan zien we Thijs Al en Wieland van Gils en dan Gerben de Knecht, een pakketje Nederlanders met Boy van Poppel die daar ook aanhangt. Hier Klaas van Tornhout, ook ver met Verwekken. En hier moeten we de mannen van Berden zoeken. Hier rijdt Ben Berden. Als vierde rijdt hij over de streep. En hier is Albert. Rondetijd 6.25. De ronde van Sven Nijs. Niels Albert. Het enige dat hij kan doen is niet forceren. Want dan maakt het allemaal nog maar veel erger dan het al is. Hij bepaalt het ritme. En hij gaat ook de tactiek bepalen. Hij gaat niet echt volle bak. En hij gaat het ook nog eens riskeren. Woeps. Weer zo even een hapering, maar het gaat toch een beetje gezwinder af. Ja, dit is toch ongeveer zoals het zou moeten. Ze liggen dus ook heel dicht bij elkaar en enorm hoog. Ze hebben dus hun eigen renner, Sven Nijs, hier in Baal echt wel niet gespaard. Op gebied van die balken dan toch. In principe is het 40 hoog, hè.
ik heb de indruk dat, zoals Sven dat daar demonstreert, dat je ze links moet nemen. Want in het midden wordt het door een dipje iets hoger. Renaat. Tweede beklimming van de Balenberg en Nijs met de versnelling. Hij is op weg naar de twee trapjes, zeg maar. En ook daar springt hij uiteraard over. Nog eens op die trappers springen rechtop. Ook de achtervolgers springen daarover met Arnouts in tweede positie. Groenendaal derde, Boom nu vierde. Pauwels vijfde, Stibar zesde. En Jan Verstraeten, die is nu de rol aan het lossen. Die hangt nu al op meer dan 10 seconden. Zonder ongelukken rijdt Lars Boom over een halve ronde in tweede stelling. En dan kan hij eventueel op zoek gaan naar... Laten we zeggen, zijn kopman. Dat is een venijnig stukje afdaling daar. Ja, ja, dat ligt er heel slecht bij. Ze kwakken er eigenlijk ook een meter of 3-4 naar beneden. Op een heel korte tijd overbruggen ze dat toch wel dat gatje van een meter of 3-4. Spectaculair beeld. Vlaams-Brabant, dat is waar we zijn. In de streek van Aarschot. In de regio Groot-Leuven. Hier, Lars Boom uit Vlijmen. Noord-Brabant. Is eergisteren 22 geworden, proficiat, meneer Boom. Zeer afwisselend parcours. Mooi getekend eigenlijk. Jawel, juist als het zou moeten. Dus als je het over zulke mogelijkheden beschikt met die berg dat er hierbij ligt. Ja, je kunt er continu liggen op klauteren langs links en langs rechts. Dit is een zwaar parcours en ze gebruiken het zoals het eigenlijk hoort. Maar wel zeer belastend. Hè? Je hebt vrijwel geen recuperatie. Ja, het is dus ook een zware grond, kleiachtige grond. Grond die dat ze aangevoerd hebben. Dus, en iets dat je krijgt, dat weet je op voorhand, dat is niet van de poes. Dat is een beetje rommel en dat is een zware grond om op te crossen. De brui aan. Ja, hij staat volledig stil. De vraag is of hij nog... Ja, nee, het is voorbij. Het is over. Is een pijpje aan het zoeken om er vandoor te gaan. Nou, wijselijke beslissing. Misschien niet plezant voor de organisatoren of voor zijn supporters. Maar voor de renner, als we over de renner zelf praten, hij had het eigenlijk al eerder moeten beslist hebben. Ja, laten we hopen voor hem dat er geen koorts mee gemoeid is, want dan zit je met een probleem. Hè? Als je met koorts aan een hoog hartritme gaat presteren, dan ga je jezelf in de vernieling werken. Ik denk dat hij een goede oplossing gekozen heeft. Boom is op komst. Hè? Denk nu niet dat Nijs volledig weg is. Einde van de tweede ronde. Hier is sterke Lars. Ja, moet er nog in komen in de wedstrijd. En hij zal zeker moeite doen om nog terug te komen. Rondetijd 6.28. Ronde 1, 6.25. Hier Stibar. Van Verstraeten. Geen spoor meer. Jan was zo sterk gestart dat het eigenlijk een verrassing was tot en met. Ondertussen is hij al weggezakt tot achter Erwin Vervecke. Kijk, van de mannen hier achter hem gaat Nijs in het Belgisch kampioenschap in Hofstade volgende zondag uiteraard geen last hebben. Zij strijden in Nederland. En dan zien we daar Pauwels. Die zou misschien wel eens kunnen verrassen in het zand. Arnouts kan dat ook wel. Stibar die gaat in Tsjechië voor de titel strijden. En wie gaat hem van die titel afhouden? Misschien Simonek. Die is er hier niet bij. In Frankrijk, naar alle waarschijnlijkheid, Mouret. Ook Mouret is er hier niet bij. En als we die naam uitspreken, dan wordt het een beetje ongemakkelijk. Hè? Dan denken we al aan het WK. Hij strekt zich weer op gang, maar doet het niet meer. Nee. Dus heeft de Boom daar een klein voordeeltje met die lange stelte van hem. Al doet hij het gezapig. Nog altijd Groenendaal, de man nu in tweede positie. En die voorsprong die is aan het groeien voor Sven Nijs. Hier nu handgestopt op 19 seconden achterstand. Groenendaal en Koop. Het is daar druk, hè? In de post. Ja. Zag je Boom daar boven, Hans, wisselen? Ja, ja. Dus, maar ze staan allemaal samengehokt daar. Dus dat is logisch. Dus als de renners eindelijk van de fiets gaan stappen, willen ze niet meer terug op de fiets springen, omdat die trapper toch aankomt. Ze moeten sowieso van de fiets en daardoor allemaal op het laatste meter van de materiaalpost. Leg eens uit waarom het... is het daar precies gunstig om daar te staan, dicht op in? Ze moeten helemaal achteraan hier staan. Dus je ziet dat je een trapper hier achter het hoekje... Op meneer zijn hoofd. Ja. Het trapje begint hier, dus het is overbodig van daar nog eens op de fiets gaan springen en dan terug te voet te gaan om de trap op te raken. Voilà, een les van professor Herijgers. Wist je, Paul, dat je een bocht naar je naam krijgt? Een zanderige bocht op het parcours in Hofstade, het Belgisch kampioenschap. Die nieuwe bocht, die tempo een beetje moet breken, dat wordt de Herijgersbocht. Ik heb er een beetje aan meegewerkt, dus maar dat wil niet zeggen dat ze hem daarvoor bocht een naam moeten gaan geven. Het is officieel. Er moest een afwijking komen van de wereldbeker naar het Belgisch kampioenschap toe. En daardoor hebben we een paar dingen ingelast. Als er afwijkingen zijn, dan komen ze van het fenomeen herijgers. Hij rijdt 40 seconden weg, Renaat. Ja, bij het oprijden van de Balenberg is dat die achterstand. 40 seconden, dat is immens veel.
Stibar. Stibar heeft een tussensprintje geplaatst en heeft de boom op die technische zone op een meter of 15 gezet. Alhoewel, 10 is genoeg. Ja, boom sprong daar ook op die balk. Is het verplicht van daar mee te doen met de rest. Dus, maar het is niet echt helemaal aan hem besteed. We hoorden bijna het wiel kraken tot hier. Dus boom sprong er eigenlijk op de balk. Aan die techniciteit, die techniek, daar heeft hij nog werk aan. En zie je, hij komt allemaal wat minder elegant door die bochten dan Stibar. Maar dan komt er weer zo'n krachtstuk. En dan komt die formidabele power van Boom boven. Hè? Jawel, rijden. Ja, er is niemand dat zo rap kan rijden. Dat heeft toch zijn wereldtitel bewezen in het tijdrijden. Dus, maar deze ondergrond is een hele moeilijke ondergrond om onberecht te blijven. Dus zie maar, zelfs Groenendaal, de man die dat het allemaal al meegemaakt heeft, komt in de problemen. Door de versnelling van Stibar hangen ze hier nu toch wel een beetje aan het trekkertje. Maar Boom die komt dan toch weer bij zijn Tsjechische opponent. Dit waren de twee mannen die voor de zege vochten in Loenhout. We dachten met z'n allen Stibar gaat hem pakken. Niks daarvan. Tegen de wind in. Gewoon tegen alle regels in. Boom op kop en Stibar er niet meer over. Om je maar te zeggen hoe sterk die Nederlander is. Uit Vlijmen. Met een hele sympathieke mama, heeft Paula Rijgers mij gezegd. Heb ik ook maar echt gehoord. Dus ik heb nog niet mee gesproken. Boom nu zelf nog eens naar de kop. Omdat hem dat siert natuurlijk zelf mee de wedstrijd maken. Drievoudig wereldkampioen bij de juniors in Monopoly. In Hoogleden bij de Belofte. Dat weet u nog, vorig jaar. En in Stuttgart ook vorig jaar, maar dan wel in een andere discipline. Misschien wel de hardste van allemaal, het tijdrijden. Brave Kevin helemaal achteraan weer. En brave Renaat in het veld. Ja, een zee van verschil tussen Nijs en de rest. En we staan bij de vader van Lars Boom. Walter, het is ongelooflijk. Ja, hij rijdt uit de trek meteen weg. Nou, Lars is gisteren ook iets verkouden geweest. Dus misschien is hij iets minder als Loenhout en Hofstalen. Dus ja, helaas. Iedereen lijkt wel een beetje te verkouden te zijn, behalve zijn Nijs. Ja, nou had je van het jaar een keer geluk. Vorig jaar was Nijs een keer flink verkouden en de andere jongens niet. Dus ja, iedereen heeft er denk ik wel een keer last van. Hoe gemotiveerd was Lars voor deze wedstrijd? Op nieuwjaardag rijden, het blijft apart. Ja, zeker. Ja, het is nog 40 seconden. Nijs komt nu voorbij en dan hebben we nog een zee van tijd. Nee, hij is altijd gemotiveerd. Vooral hij heeft toch een keer gewonnen hier en dat is toch altijd een mooie wedstrijd. Ik laat je werk doen, vader Boom. Hij wordt nerveuzer, want ze zijn in aandacht, het is te zeggen, nog een dikke halve minuut. De man die de fiets aanreikte aan Sven Nijs, dat is de Jos. En Jos heeft de bijnaam Zurmo. Renaat vroeg een goede maand geleden waarom heeft Nijs gewisseld bij de post. Ik dacht in Hasselt en Jos zei Zurmo, zomaar. Ja. En sindsdien in de Nijs-klan Jos Zurmo. Dat is Leuvens, dames en heren. De achtervolgers hier. Niet zomaar, maar wel voor de punten. Stibar door de post. Allemaal door de post. Ook ideaal gelegen trouwens, ja. Omdat ze toch sowieso voor die grote trappenpartij van de fiets moeten. Nijs kan nu eigenlijk het tempo aannemen van zijn achtervolgers. Hè. Hij heeft iemand in de post die hem geregeld de chrono's doorgeeft. Hij kan met andere woorden consolideren, Renaat. Ja, de strijd bij die achtervolgers is bits en ook bij de begeleiders van die achtervolgers. Want dan zie je ze samentroepen daar in de spits van de materiaalzone. En dan is het drummen om die fiets aan je renner te kunnen afgeven. Hier komt nu een groepje voorbij met Erwin Vervecke. Dat is op 1:15. Dus het verschil tussen het groepje Vervecke en het groepje met Lars Boom is toch ook een halve minuut, dikke halve minuut. En dan zijn er nog altijd mensen die zeggen dat Nijs geen kampioenschapsrenner is. Wel, hij heeft 9 keer meegedaan aan het Belgisch kampioenschap bij de profs en 4 keer gewonnen. Het zal al wel goed zijn, zeker. WK, dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Maar dat is nog ver af. Nog 4 ronden. Hij zet zich goed onder druk. En Groenendaal blijft aan de staart bengelen. Ja, het groepje spat uit elkaar. Dat wil zeggen dat het niveau de snelle te mocht had. En hier gaat alles nog even gezwind. Dat gaat dus naar de minuut in principe, als hij er al niet over is. De 6e manche van de Gazet van Antwerpen trofee. De rest is na het WK, dames en heren. Lille en Oostmalle. Bij Louis van den Einde thuis. Renaat. Een vraagje voor de mechanicien van Sven Nijs, die zo net gewisseld heeft. Waarom heeft hij gewisseld, Jokke? Ik zal niet zeggen Zumo.
Hij wisselt het alle twee toeren voor het moment. Ja, dus omdat de fiets toch wel redelijk wat vuil is na twee ronden rijden. Heb je hem ooit zo goed zien rijden? Ik heb hem al dikwijls goed zien rijden, maar met de opeenvolging van de wedstrijden vind ik dat hem nog altijd beter wordt dagelijks. Wat ongelooflijk is in het verloop van een seizoen? Ja, ik weet het niet, maar ongelooflijk. Ik denk dat Sven ook wel een 100%, niet 200% voor zijn vak leeft en dat dat ook toch wel. Hij heeft gisteren zelfs nog een paar een uur of twee achter de brommer gaan rijden. Voilà, in plaats van in zijn zetel blijven te zitten. Dat spreekt boekdelen. Hartelijk dank. Ja, dat is waar het om gaat, hè. Professionalisme. Ik denk dat er weinigen zijn. Ik daag de mensen uit ook om er eentje te vinden in de weg die dat er allemaal voor doet. Die er niet alles voor doet, maar ook nog eens alles voor laat. Het verhaal van Nieuwjaarsnacht, Oudejaarsavond, is ook de moeite waard om te vertellen. Wat doet hij? Om 10 uur zet hij zijn klok 2 uur verder. Dan wordt er kwistig met de kussen uitgedeeld en gespeeld. En dan trekt meneer rond een uur of half uur naar bed. In de wetenschap dat het dan al 12 uur geslagen heeft in zijn brein. Op 2 ronden van het einde degradeert de maestro de tegenstand tot meelopers. Het is niet anders. Het komt in ieder geval als geroepen. Zo'n rustdag zoals deze en dan toch nog heel die koers op kop kunnen rijden en domineren en dan ook nog gaan winnen. Het is niet te geloven. Want dit is niet de zware inspanning. Hij heeft al veel dieper moeten gaan om een koers ooit te winnen. Maar deze, het is misschien wel de gemakkelijkste van het jaar. 10 jaar aan de top. 10 jaar Rabobank ook. Het is een trouwe mens. Hij is 31. 4 keer Belgisch kampioen. 1 keer wereldkampioen. Plus 2 keer bij de belofte. 7 keer winnaar van de Superprestige. Dat zegt eigenlijk nog veel meer. 5 keer winnaar van de Wereldbeker. En 4 keer winnaar van de Gazet van Antwerpen trofee. Ook dit seizoen topt hij al die lijsten. Vraag is, wie haalt hem er daar nog vanaf? Niemand. Niemand. Nu, ziekte kan ook bij hem opduiken. Hè? En met dat puntensysteem, ja, dan tuimel je heel snel van het schavotje. Hè? Lars gaat nog eens een beetje tempo maken nu. Voor de tweede plaats. En voor zijn gunstig klassement in de Gazet van Antwerpen trofee. Hij voor die tweede plaats. Ook in dat klassement. Een passage, een overzicht. Nijs dan op 1:09. Arnoud, Boom, Pauwels, Groenendaal en Stiba. Dan op 1:34 Van Gils, Vervekke en een goede Rob Peters. Dan op 2:01 Gerben de Knecht. En op 2:10 Thijs Al. Aanval Stiba. Op een technische passage zit hij iedere keer Boom weer onder druk. Ja, dat doet hij goed. Hij weet perfect waar hij moet gaan. Kijk eens hoe wendbaar, hè? Ja, het zijn nog 3, 4 verraderlijke bochten die dat volledig in de kaart van Stiba gaan meespelen. Zo scherp door die bochten dat hij happen uit de boom dreigt te knauwen. Kijk, zie je? Ja, nu naar Boom. Dat is een beetje moeizamer en het voetje los. Dat is lef. En dan moet Boom weer hoopvol uitkijken naar een wat rechtere strook. Om zijn macht te demonstreren. Maar daar ligt het. Stibar tegen de grond. Vlug hersteld. Toch eens even checken, hoe zit het met het handje? Ja, dat heeft wel onder de modder geweest. Dus heel moeilijk om de grip nog te vinden op het stuur. En opletten, eens even kijken of ook het stuur niet in de modder terechtkomt. Dat is het geval. Probeer dan maar nog eens de flipperkasten, met andere woorden te schakelen. Niet altijd evident. Ja, maar ze gaan toch elke ronde in de materiaalpost. Dus Stibar moet nog raken. Hoe ver nog? Nog 350 meter en dan zit hij in de materiaalpost. Dan kan de fiets terug geprepareerd worden. We gaan nu naar die technische strook waar Stibar al een paar keer zijn meesterschap getoond heeft. Tenminste hier bij de achtervolgers. Hier gaat hij proberen Boom af te schudden. Maar die heeft nog de tijd om wat snot uit de neus te halen. Ja, wel moet het hier ook niet gaan doen. Dus het is een kwestie van hier recht te blijven. Laat Stibar 2-3 seconden wegrijden. Hij komt er toch als spelend, al fluitend, rijdt hij er terug naartoe. Gewoonlijk toch heel de koers al. Nou, kijk hier. Dit was de strook waar Stibar daar net viel. Hè? Ja. Het ligt er heel, heel moeilijk bij. De renners komen. Het is dus bergaf en ze komen allemaal tot stilstand in die verraderlijke bocht. De leider in alles. Superprestige. Gazet van Antwerpen, UCI. En dat is nu al jaren aan een stuk. Na het hoogtij van Welles heeft Nijs met bravoure overgenomen. Kevin Pauwels mee, hè? Ja, ja, ja.
Dus heel de koers, heel braaf, doodbraaf in het wiel blijven zitten. In de laatste positie. Eindelijk schuift hij eens een keer mee. Hij doet me een beetje denken aan de powers van de wereldkampioenschapscross in Pontchâteau. Waar hij iedereen wist te verrassen, weet je nog, waar hij wereldkampioen werd. Ook daar had je een parcours, altijd op en af. Een intervalparcours en daar houdt hij van. Ja, ja, als het echt voor parcoursen voor grote jongens, hè, en dit is er wel eentje van, ja, die blijkbaar liggen hem die het beste. Powers kan ook een stukje klimmen. Hij heeft een bergrit gewonnen in de ronde van Lerida. En voor de rest, Stibar nog altijd met veel ijver door die bocht. Boom blijft op een meter of 12 hangen. En Stibar blijft geven. Hij neemt de risico's, Stibar. Stibar staat te ver om Boom pijn te doen in het klassement. Hij kan wel een beetje terrein winnen. En Boom weer met zo'n tussensprint op een lang recht stuk waar hij van houdt. Powers die zeer vlot meegaat. De lichamelijke problemen bij Powers lijken net op tijd achter de rug. Graag bevestiging volgende zondag in Hofstade voor het Belgisch kampioenschap. Stibar haalt er nog een sprint uit. Je ziet Powers omkijken en je ziet Boom plooien. Ja, het is hard tegen hard. Op zijn stuk. En Arnouts die probeert zich nog te knokken naar het wiel van zijn ploegmaat. En hij handjes wuivend. Ja, het is bijna bergaf tot aan de finish voor Sven Heys. We hebben hem zelden zo indrukwekkend zien crossen. En iedereen. Wij zeggen, ja. Geen wel eens vandaag. Niemand in de materiaalpost niet meer. Maar die zou er vandaag gezien de omstandigheden en de lastige week ook niet aan te pas gekomen zijn. Nijs won op de Koppenberg, won in Hasselt, won in Essen. Was daarnaast derde in Niel, vierde in Loenhout. En gaat nog een pak verder uitlopen in de Gazet van Antwerpen trofeeveldrijden. Wie doet hem nog pijn? Het is zelfs een goede zaak voor hem dat Stibar punten afpakt van Boom. Hij gaat straks 20 punten voor liggen, denk ik. Hier is hij. Nogmaals, Nijs doet niet aan cross. Hij is de cross. Proficiat, meneer Nijs. Het is zijn 18e. Het is zijn 18e. En hij had nu 4-6 in de Gazet van Antwerpen trofee. Het is zijn 27e overwinning in de Gazet van Antwerpen geschiedenis. Niemand komt in de buurt. En Powers wil naar Stibar toe. Ja, probeert, doet wat hij kan, dus we zal er niet meer in slagen. Stibar is dan ook zo rap aan de meet. Pas op, hè. Het is wel leuk om dat vinnige ventje uit Kalmthout zo sterk voor de dag te zien komen. En even checken waar Boom zit. Die kan geen kwaad meer. Ik ga hier tenminste derde eindigen. En ik ga op het podium staan. En daar gaat hij toch wel een kick van krijgen. Zou deze Kevin Powers alles verstaan wat ze daar zouden tegen zeggen? Ja, hij heeft alles in zich om ooit toch een grote crosser te worden. Stibar tweede, Powers derde. En daar houdt hij een premie aan over, want hij heeft zijn contract laten herzien met een beter premiestelsel. Ook voor ereplaatsen, niet alleen voor overwinningen. Hier is Boom, die is vierde. En die is blijkbaar tevreden. En Arnouts, die is vijfde. Op een minuut en 10. Nijs met andere woorden van die laatste ronde een ereronde gemaakt. En wat voor een. Hier komt nu Richard Groenendaal. Op zijn eigen zesde plaats. En dan komt daar nu de wereldkampioen Erwin Vervecke. Maar kijk naar dat tijdsverschil. Maar het is al meer geweest, hè. Een dag of vier geleden 2 minuten. Nu 1.32 van Giels achter Vervecke. Hier Robke Peters op 2.17. En hier komt nu al sprinten en winnen tegen de Knecht voor de eer. Al is tiende en Gerben de Knecht is elfde. Hij was zo sterk dat het saai werd. Ik had vandaag echt een supergevoel. En ik had het ook al in Diegem gezegd. Die periode, hoe langer ze duurt, niet hoe beter ik word, maar de meest frisse denk ik van heel de hoop. En dan, ik heb gewoon een heel uur lang mijn tempo gekoerst zonder over mijn toren te gaan. Ik heb even wat gas teruggenomen na de tweede ronde waar ik punten pakte. En toen dacht ik even dat Lars zou terugkomen, maar hij was ook aan het spurten voor zijn 2 punten, denk ik. En toen moest hij ook even gas terugnemen. Dus goed ingedeeld tot de laatste ronde, heel veel kracht in de benen. En is dus genieten geblazen. Als je voor eigen volk in een klassement waar je eerste staat zo kunt domineren. Ik heb hier al dikwijls gewonnen, maar op deze manier nog niet zo vaak. Je sprong in het begin over de balkjes, later niet meer. Het was meer een kwestie van veel supporters die daar staan. En ik weet dat ik daar niet heel veel risico's meenemen en dan vond ik dat ik het een keer moest doen voor hen. Maar langs de andere kant
het was zo traag dat ik op een gegeven moment ook dacht, ik kan beter lopen. Want één keer over de kop en ketting eraf en je kent de problemen, dan moet je gewoon rustig blijven en een keer lopen. Dit is jouw 18e zege van het seizoen. Je lijkt opnieuw op weg naar de 30. Oh, maar dat is nog, zijn er nog 12. Hè. Dat zijn er nog heel veel. En we zullen wel zien wat de toekomst nog brengt. Maar we zijn 2008 en ook nu zullen ze bij rekening moeten houden met Sven Huys, denk ik. Alle klassementen veilig. Dan zijn er nog die truien. Ja, dat is waar. Ik heb eigenlijk een redelijke slag uitgedeeld nu de afgelopen dagen. Voor het klassement ziet het er redelijk goed uit. Dat kan ik nu even uit mijn hoofd zetten. En vol voor de kampioenschappen gaan. En, ik heb nu morgen nog een wedstrijd in Sint-Niklaas. En dan een klein beetje afbouwen, maar zorgen dat de motor in gang blijft. En dan in Hofstade zou ik graag kampioen worden. Wat neem je dan op van je omgeving hier vandaag als je tussen die rijen supporters rijdt? Je kan niet echt iemand er bepaald uithalen. Maar het is gewoon, je weet gewoon dat 70% van de mensen hier voor jou staan. En dat dankzij mij ook Baal een klein beetje in het zonnetje wordt gezet. Dat ze Baal hebben leren kennen. En ik ben daar wel trots op. En ik probeer gewoon de komende jaren dit nog een klein beetje meer uit te bouwen. En mijn familie geniet, mijn kleine geniet, supporters, alle mensen rond mij. En ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen. Ja, hij komt hier net aan je voeten staan, Thibaut. Hij lijkt weinig onder de indruk van alles wat hier gebeurt. Of soms staat hij op het podium alsof het al jaren gewoon is. Hij is er een beetje mee grootgebracht en voor hem is het waarschijnlijk gewoon zijn papa. En die anderen, dat zijn allemaal de echten en ik ben gewoon zijn papa. En, misschien beseft hij het als hij een aantal jaar ouder is. Geniet ervan. Dank je wel. De derde van de dag, Kevin Powels, onverwacht op het podium. Mogen we zeggen, hoe voelt het? Ja, het voelt goed. Het werd nu eens tijd dat ik eens een grote prestatie deed. En ik was nu de laatste drie weken echt slecht en ik weet niet hoe dat komt. Net op tijd in topvorm voor het Belgisch kampioenschap? Ja, net op tijd. Ja. Welk gevoel gaf het toen je in de laatste ronde voorbij een Lars Boom kon fietsen? Ja, in dat technisch stuk is hij een beetje minder. Daar kan ik hem terug inhalen. Dan was ik op tijd net iets sterker nog. Kan jij deze stunt opnieuw overdoen op een van de kampioenschappen? Ja, ik hoop het. Ik ga het proberen. Ja. Parcours in Hofstade? Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit echt goed gereden. Ik heb er wel één keer gewonnen, maar dat was hem een soort stuk gereden. Dat was de ronde, dus niet echt mijn parcours, denk ik. Veel succes gewenst toch zondag. Hartelijk proficiat, Kevin Powels. En dan hier de tweede van de dag, Zdeněk Štybar. Zdeněk, a tough race. But still, second place, that's nice. Yeah, thank you. I'm very satisfied because from four races I was three times on podium. And that I didn't expect from these four races. I want to be maybe once on podium. That were my plan, my goal. And I was three times, so I think that's perfect. And now just don't be sick and try for to hold the condition as long as I can. What's your opinion on the ride of Sven Nys today? Yeah, it was grateful. He was riding really, I think, very hard because we didn't ride so easy and he gave us more than 1 minute. So it's, I think that he had a very good day. And in the background, the chase was 100%. Please? The chase was 100%. You didn't let him ride. No, because he was really straight from first lap away and then he could ride his own tempo. And I think that is the best on this track. The question you've been asked millions of times before, can you beat Sven Nys on the World Championship? Oh, that I don't know. Of course I will try, but I have to be with the feet on the ground and I have it many years for to go. Lots of success. Thank you very much. Nys, de beste overal. Kijk eens naar dat verschil in de Gazet van Antwerpen trofee veldrijden. Door het forfait van Barduelle zakt hij naar een vierde plaats van 2 naar 4. En kijk waar Lars Boom komt, onder 82. Dat zijn er 27 minder dan Nys. Štybar, dat kan nog een interessante strijd opleveren met Boom in de twee slotmanches. Voor wie nog zin heeft, voor wie nog goesting heeft na het WK. Want Lille en Oostmalle, dat is allemaal na het WK, toch? Dat klopt. Dus maar...